Goedemorgen, dit is een nieuwe weekvlog. Ik ga er iets gezelligers van maken dan de afgelopen week. Ik heb mijn zomerkleren tevoorschijn gehaald. Maar ik ben echt een stuk slanker dan vorig jaar. Dat is echt zo bizar. Het valt eigenlijk niet op, maar door het sporten heb ik echt een stuk minder pens. Ja, subtiel. Ik ga nu even naar de stad en mijn benen laten harsen. Kaat is thuis, want die was zo moe. Die mocht even chillen. En die gaat met mij mee. Hij zit, hè? Ja. mijn benen zijn geharst. En nu eten we even een ijsje. Gezellig. Hi, poesie. Poes, poes. Hé, weet je mee? Lief is hij, hè? Ja. Lief is hij. Naast op mijn vrije dag, zeg maar, op mijn reet zitten en koffie drinken, vind ik het ook heel lekker om mijn tijd te verdoen aan TikTok-filmpjes. Dus dat heb ik nu genoeg gedaan. Het is bijna 2 uur. Om 4 uur mag ik bij het spa-huis zijn voor een heerlijke hotstone ontspanningsmassage. Maar eerst moet ik heel even aan de bak voor Emily's tractaties. Anders heeft ze morgen niks te tracteren. En ik voel me nu een beetje dom. Heb ook gevraagd of ze op de BSO mag tracteren. En daar zijn in totaal morgen 45 kinderen. Ik mag ook alleen voor haar eigen groep doen, dat zijn er 20. Maar of ik dan 50 koekjes maak of 75, dat maakt ook niet meer uit. Dus ik ga even een deegje zetten, steken, bakken, gas erop. En ik heb mijn collega's brownies beloofd met roze sprinkels. En dus ga ik ook doen. Zo ben ik. Yes, wat gaan we doen? We hebben ze in een kwartiertje even geknald. En nu zijn de andere twee. Vandaag is Emily jarig. Haar echte verjaardag. 7 worden op 7-7. Ik vind het best... Ja, ze vindt het echt helemaal cool. En ik vind het ook wel, echt cool. Je hebt natuurlijk eigenlijk precies, want ik ben ook 30 geworden op de 30ste. Maar 7-7 zeg maar, en dan 7 worden. Ik weet niet, ik heb daar wat mee met cijfertjes. Ik heb de tractaties weggebracht naar school en naar de BSO. Het zijn die super schattige balletjurkjes geworden. In roze met fondant en een lintje eraan. In totaal heb ik er 80 gemaakt. Voor school waren het er al 30. En voor de eigen groep op de BSO moesten er dan ook zeg maar al 35 bij. Ja, dan maken die laatste 20 ook niet meer uit. Dus die heb ik er gewoon bij gepakt. Sjaaltjaan. Voor mijn collega's heb ik brownies gebakken. Maar dat ging eigenlijk niet helemaal zo soepeltjes als ik wilde. Ik had niet genoeg pure chocola. Dus heb ik aangevuld met melkchocola. Toen kwam ik een ei tekort. Dus helemaal fantastisch. Mijn spijkerbroeken zitten allemaal in de was. Dus ik heb nu mijn motor jeans aan. Dus ik moet daar ook nog omkleden. En Paul is met de auto omdat hij straks mijn motor op gaat halen.
Die rijdt of met mijn broertje naar Eindhoven of hij gaat de aanhanger halen. En rijdt dan naar Eindhoven om die witte op te halen. Maar ja. Tot. Ik ben klaar met gaan. Werken. Emily heeft vandaag haar verjaardag gevierd en op de bezo en op school. En de buurman kwam nog even een cadeautje brengen. We hebben net poffertjes gegeten. En nu gaan ze zo lekker naar bed. Aan de ene kant voelde ik me een klein beetje schuldig dat ik moest werken. Maar ja, die cadeautjes moeten ergens van betaald worden. Zo werkt het ook. Ik ga zo meteen voor de laatste keer mijn PT'tje doen. Dat is ook wel een beetje gek. En vanaf volgende week start ik echt zeg maar bij de nieuwe sportschool. Ik sta nu in de douche, pukkemuk. En ik heb mijn eigen Instagram weer terug. Voor afgelopen zaterdag werd hij gehackt. En nu had iemand zeg maar dat je via wachtwoord vergeten met een backup code, weet ik veel. Maar ik heb hem gewoon weer terug. Het is echt bizar. Nu is het natuurlijk bereiken zo om zeep, maar jammer. Ik heb hem gewoon weer terug. Vrijdagochtend, maar avontuurlijk als ik ben, ben ik naar de psycholoog naar de Noordkade gereden om daar boodschappen te doen voor de taartjes. Oh, dit klinkt echt heel, heel kansloos. Nee, ik dacht het is een beetje voordelig in tijd en vond het een soort van als een uitje. En ik weet niet, gewoon voor de gezelligheid. Beter dan de eigen Jumbo. Even voor de afwisseling. Dus ik ga boter, suiker, eieren halen. En dan kan ik voor Emily de verjaardag aan de bak. Ik heb even koffie gehaald. En die zet ik nu soort van in het zonnetje en helemaal aan de zon op te drinken. Dan komen hier allemaal motors voorbij. Ik kan vandaag gewoon geen motor rijden. Ik voel me lichtelijk jaloers. Maar wel lekker even koffie drinken voordat ik zo naar huis rijd. Ik heb trouwens de koffie gehaald, super grappig, bij een oud klasgenoot. Die heeft hier dus een zaak. Daar heb ik mee op de horecaopleiding gezeten. Die kwam ik hier net tegen. Ik wist wel zeg maar dat hij eigenlijk zei, maar even zeg maar ontschoten. Ik dacht, ik herken dat gezegd. Oh, dan ga ik koffie halen. Heel grappig. Ja. Wie dacht, ik ga ook even bij de motors kijken. Maar wij zijn hier voor één gat te vangen. Ik zit er namelijk met rust aan. Misschien is het eruit, man, dat ik hier voor in de hoop zet. Tompie. Doe maar. Nee, hij daagt me uit. Ja. Komt-ie. Het is vrijdagavond. De taartjes zijn zover gedaan voor wat ik kan. De koelkast is echt ram vol. De cheesecake voor Emily staat in de oven. Ze wilde graag witte chocolade cheesecake met aardbei. Dus die gaan we morgen dan nog even afmaken. Taartje vullen. Morgen even een beetje slingers ophangen. Misschien dat ik er zo wel even naar kijk. Maar ik ben gaar. Dus ik vind het mooi geweest.
ga even. Dit is niet afstandeling voor Sonos. Ik. dat. Ik ga chillen. Ik wil net de cheesecake uit de oven halen om verder af te laten koelen. Pleurt de bodem eronder uit. Ik ben op dit moment nog niet dat ik het grappig vind. Ik kan echt wel janken. Ja, de cheesecake verneukt. Ja, morgen maar iets anders maken. Ik kan ook nu niet geen andere meer maken, maar wat een tyfuszooi. Ik heb mijn haar niet meer gefeund gisteren, maar de taarten zijn af. Ik heb voor Emily nog een cheesecake gefixt. En een ballerina taart. Ook taart van de Jumbo, maar we gaan even naar mijn opa. En die wil graag rijstenvlei, dus dat heb ik gehaald. Kijk, en deze jarige Job heeft een mascaraatje. En oogschaduw. En een feestjurk. Ja, met Kate. Even. Niet doen, Kate. Dan gaan we. Nou. Eerst. Op het kastje. Hallo. Niet rechtstreeks op de kaart mikken. Ja. Niet? Heb je kaart van mee? Ja. Eerst recht op dek. Misschien staat het. Nou, Emily, kom. Dat is echt, ik vind hem echt cool geworden. Nee, jij zou uitblazen. Heb je een oplader mee? Oh, kak. Welke keer lopen dus? Schuif daar. Chipjes. Chipjes, ja. Hobbelen, trut. Oh. Kinders liggen in bed. Wij zitten lekker buiten op de lounge set. Echt een hele fijne verjaardag. Echt zo dat je zo'n gevoel van dankbaarheid overal hebt. Echt een hele fijne middag, hele fijne mensen. Maar lekker klein gevierd. Eigenlijk bijna alleen maar familie of bij de buren, maar dat is praktisch familie. Gewoon lekker niks. Gewoon zitten in de tuin. Zo een beetje in de zon. Genieten, wijntje drinken. Hoeveel pizza's had je gehaald? 9 toch? 9. 9 pizza's in de oven geknikkerd. En ja, het was echt gewoon. Kind is echt onwijs verwend. En morgen gaan wij nog eventjes naar MKC om een helm en handschoenen uit te kiezen. Oh. Nee, gaf dan. om een helm en handschoenen uit te kiezen voor het kind. De bunnies zijn lekker los geweest. De hond heeft op de bank gezeten en heeft restjes van de pizza gegeten. Ja, Ike heeft iedereen gewoon echt een, wat ik gehoord heb, een topmiddag gehad. Echt prima. Hebben we ook niks aan toe te voegen, jij? Nee. Bier? Chips? Ja, nou doe maar chips dan. Bier, chips, seks? Oh, dat mag ik niet zeggen, hè? Dat is de vlog. Sorry, nee, doe mij niet aan. Nee, want ik klassificeer hem als niet geschikt voor kinderen, dus dat kan je best zeggen. We kunnen het alleen niet filmen, want dan moet een ander plan. Youporn. Ja, maar dan ga ik er geld voor vragen. En veulen. Echt achterlijk veulen. Nee. OnlyFans? Nee, dat gaan we echt niet doen. Ja, tenzij. Nee. Nee. Ik ga even mijn telefoon aan de laaier hangen. En lekker even buiten zitten.
Paul zegt, dit is een fijn afspeellijstje. Ja, het is alleen maar Robbie Williams. Weet je wat dat voor teken is? Dat je deur even dicht. Dat we echt oud worden. Ja. Echt. Echt millennials. Of misschien nog wel ouder dan millennials. Nee, millennials. Dat. Intens. Nee. Ja, dat kan je doen. Kom. Met haast. Staat de airco aan? Hm? We hebben die meiden meegenomen met de rondje hardlopen. Paul ging ook mee. Daar komen ze. Wacht. Kom maar. Waar is je zus? Kom maar, Kate. Yo. Ja, kom. Voor je kijken. Ja. Ja. Ja, Emily is bij de zwemles. Wij gaan Emily ophalen. En even boodschappen doen voor een broodje. Dan gaan we zo meteen naar MKC om een helm uit te kiezen. Emily. Ja, voor Emily, hè? Ja. Ja. Dat kan niet. Jawel, dat kan wel. Dat kan wel, gaan we eens kijken. Oh ja. Maar je hebt ook even een streetreppeltje uitgezocht. Mag ik een video nog maken? Nee, kijk, komt ie. Ja, dat was ook al een second voor Leclerc. Een regenboog in de lucht. Hoe bijzonder is dat? Ja. Ik ga even een kort videootje hiervan knutselen. Paul haalt de bellypen eronder uit. Want vandaag komt mijn sticker. Steffi gaat sticker plakken. En voor degenen die mij echt al heel lang kennen, weten dat ik een soort van dingetje heb met Union Jacks. Dus ik heb nu een sleutelhanger met een Union Jack. En dadelijk komt er een sticker op met een Union Jack. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar we gebleven zijn met deze vlog. Maar ik ga deze in ieder geval eindigen. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Vanmiddag ga ik met de kindjes lekker zwemmen. En komt de zomervakantie langzaamaan dichterbij. Verder eigenlijk niet zoveel bijzonders op de planning. Maar dat ga je volgende week allemaal zien. Ik hoop dat jullie de verjaardag van Emily ook heel leuk vonden. En dan zie ik je graag volgende week. Doei!